Creativiteit is zaken op een andere manier dan mensen denken dat je het gaat oplossen, op te lossen. Ja. Creativiteit wordt vaak bedacht van ja, dat is gewoon even grappig leuke dingetjes bedenken. Maar voor mij is creativiteit inderdaad echt het neerzetten van iets nieuws, van iets moois. En dat kan dus zijn vanaf kunst, het creëren van een schilderij of het ter plekke creëren van een toneelstuk, tot en met het creëren van nieuwe ideeën. Creativiteit, dat is ook wel te zien in de wetenschap als het verzinnen van nieuwe ideeën, vernieuwende originele producten, ideeën of probleemoplossingen die ook potentieel bruikbaar zijn. Ja. Sommige mensen ook zeiden dus van het moet wel ergens toe leiden, het moet tot een product leiden. Ja. En dat betekent dus ook dat er iets van een toepasbaarheid of een geschiktheid in zit. Dus het moet geschikt zijn voor een bepaald probleem of geschikt zijn voor een bepaalde vraag. En als je dan over een schilderij hebt? In de kunst is het toch wel echt wat lastiger om die geschiktheid te bepalen. Je zou kunnen zeggen, in de kunst werk je met bepaalde materialen, met bepaalde thema's. En als jij in staat bent als kunstenaar iets vernieuwends neer te zetten, wat ook binnen de kunstwereld geschikt is, dan zou je dat eventueel kunnen zien. Maar het is wat lastiger. Okay. Dat de bruikbaarheid is binnen organisaties veel beter te zien dan in de kunstwereld. Ja. Is iedereen creatief? Ik denk dat iedereen in potentie creatief inderdaad kan zijn. Ik denk wel dat er mensen verschillen in de mate waarop ze creatief zijn. Het is ook trainbaar, dus blijkbaar is het ook zo dat je creativiteit kan trainen. En dat wil dus zeggen dat het niet vast is. Het is niet zo dat als je geboren bent dat het daarmee af is. Okay. Nou, er zijn echt legio omstandigheden die creativiteit kunnen stimuleren. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar stemming en creativiteit. Ja. En dan kan je dus zien van oké, in welke stemming zijn mensen nou het meest creatief. Het grappige is wat we zien is dat mensen dus helemaal niet zo creatief zijn als ze heel erg ontspannen zijn of als ze heel erg verdrietig zijn. Okay. Dat wordt nog wel eens gedacht. Ja. Maar juist als mensen best wel een activerende stemming zijn, dus blij zijn, boos zijn, een beetje angstig zijn, niet te veel hoor, maar ook een beetje, dan worden ze eigenlijk meest creatief. Okay. Wat ik het meest spectaculair vind is eigenlijk de manier waarop mensen creatief worden. Yeah. Dat verschilt namelijk voor de stemming waarin je verkeert. Dus blije mensen die gaan heel erg flexibel nadenken, die benaderen een probleem van meerdere kanten en die gebruiken echt veel verschillende invalshoeken als ze een probleem benaderen. Terwijl angstige en boze mensen die bijten zich eigenlijk in een smal domein vast. En gaan daar heel erg in doorgraven en afgrazen wat de mogelijkheden zijn. Dus die gaan veel systematischer te werk eigenlijk. Okay. En na verloop van tijd leidt dat ook tot originele ideeën. Dus de manier waarop mensen creatief kunnen worden, dat verschilt nogal. Ja. Maar het leidt wel tot dezelfde originele uitkomst. Okay.